Zo, de mannen zijn weg. Gaan eens even kijken, is het Snijders, Schouten, Snijders, wie is het? Nou, het is in ieder geval niet Ten Bak die vooraan zit. Ik heb zo het idee dat het Schout is. Zo aan zijn pak te zien, lijkt me, maar Snijders kan er net zo makkelijk wezen. De KZ2 Plus, 125 cc, 6 bak geschakeld. Veelal DM-motoren. We gaan het zien, eens kijken. Floris Schouten, Snijders, Marco ten Bak met de snelste tijd. Waar zit Guido ten Bak? Oh, negende plek, zeg hij, met start nog 101. Die heeft een hele slechte start gehad. De man op de BRL met direct achter hem is het Marco Nijsing. Marco ten Bak wel met de snelste tijd, 46-801. 46-801 voor Ten Bak. Guido ten Bak doet ook van zijn spreken. Ondanks dat hij op een achtste plek ligt met de BRL toch op een achtste plaats met de snelste tijd. 44.575. Maar Floris Schouten met Snijders en Marco ten Bak, dat is 1, 2 en 3. En Floris Schouten is het hele weekend al lekker optreed. En ook ver voorin te vinden. Maar het is natuurlijk een hele onderneming nog. Schouten, snelste tijd. Guido ten Bak wederom een snelste tijd. Zevende plaats inmiddels. Achter Peter Masterbroek. Net start voor 111 en ook op 4L te vinden. Maar toch nog wel een behoorlijk afstandje naar Masterbroek toe. En daar gaat dan ook. Oh, daar was Dinan van Zilvoud. Van Zilvoud ook. Waar zit hij van Zilvoud? Achterin. Net staat voor 107. Dinan van Zilvoud voor het gelijknamige bedrijf. Automaterialenbedrijf. Uit Doetinchem te herkennen aan zijn Herbie-helm. Ten Bak houdt voorlopig nog even de snelste tijd te pakken. Komt hij wat dichter naar Masterbroek toe? Ja of nee? Ja, dat toch wel. Een heel klein beetje, het is niet veel. Masterbroek behoort natuurlijk ook tot de snellere apies en ook zeker de snellere mannen hier ter plekke. Ook nieuw bakkenvader, inmiddels al weer een paar maanden. De kleine en hier nu op een zesde plek. Peter Masterbroek met Jean-Pierre Hamelink voor zich. Anton Ginning, de man uit Elst, op een vierde plek. Maar het is Schouten die de dienst gaat maken op dit moment in deze mans. We hebben 4 minuten inmiddels gehad. 4 minuten. Met Ferdy Snijders. Dan Marco ten Bak op 3. En Anton Ginning op een vierde plek. Guido ten Bak houdt voorlopig toch 44-1-4-6. Lijkt de snelste tijd houden bij de KZ2 Plus. KZ2 Plus een 125cc. Aangedreven ook door de ketting. Voor de thuisblijvend rijden ook op profieloze banden, op de sliks. We blijven nu voor degenen die thuis zijn. We blijven nu op dit moment Spa-Francorchamps. Straks ook waar in augustus de Formule 1 neerstrijkt. En waar Max Verstappen eigenlijk Hamelink wordt voorbijgereden door Masterbroek. Maar straks Max Verstappen dan eigenlijk zegt, ja, het is min of meer mijn thuiscircuit. Het Spa-Francorchamps, omdat we in Nederland wel circuits hebben, maar waar geen Formule 1 gereden wordt.
Floris Schouten. Floris Schouten met een tijd 44-1-4-6. 44-1-4-6 staat op naam van Guido ten Bak. Op een zevende plaats. Marco ten Bak met de gouden 1 op dit moment. Met normaal gesproken 102. Maar nu met de gouden 1. Met de meeste punten. Ook hij uitkomend voor Van Zilgoud. Ook materialen uit Doetinchem. En ook Dinan. Achterin rijdend. Maar Chris Rijt is degene die de hekkensluiter is. En Dinan van Zilgoud is de ene laatste. Met start nummer 107. En Kim, zijn vriendin, zit uiteraard te kijken naar de verrichtingen van haar vriendje Dinan van Zilgoud. Peter Massenbroek, snelste tijd, 44-119. Met 101 vinden we dan Guido ten Bak. Ten Bak nu achter Hamelink. Jean-Pierre Hamelink, Floris Schouten en Snijders. Snijders, wie zal het zijn? Is het dan Snijders die hier zijn naam op het eerste plekje drukt? Ja, dat is zeker zo. Hij is eraan voorbij. Floris Schouten. Hij heeft Ferdy Snijders zijn eerste aan moeten herkennen. Guido ten Bak wederom. Maar nu Lennart Wenning. Wenning met de eerste tijd 44-0-27. Met start 106 op een negende plaats. Maar Snijders, hij is op dit moment degene die de eerste plaats. En ook neemt hij ook, moet ik ook eerlijkheidshalve bekennen, dat hij ook met forse stappen weggaat bij Floris Schouten, die een hele tijd op de eerste plaats gereden heeft. We zitten nu. We hebben nu inmiddels 7 minuten. 7,5 minuut hebben we in deze mans gehad. Hier op Spa-Francorchamps. Floris Schouten. Heeft hij dan nu de bedreiging van ten Bak? Ja of nee? Gaat dat gebeuren? Ja of nee? Nou ja, het schuift wel lekker in elkaar. Dat is ook Masterbroek schuift natuurlijk als een harmonica in elkaar. En het is er natuurlijk ook zo dat het ook Marco ten Bak alles aan gelegen is om toch aan Floris Schouten voorbij te gaan. Maar dat heeft natuurlijk nog wel wat goed in aarde. Als ik dat zo bekijk. Zit er nog niet direct bij hoor, bij Schouten. Ferdy Snijders, Schouten en ten Bak. 1, 2 en 3. 44-0-27. Lennart Wenning is degene die op dit moment de snelste tijd heeft laten noteren. De man op de 9e plaats met 80. Kijk, Snijders trekt er echt vandoor. 1,3 seconden is de voorsprong die hij op dit moment op de tweede man heeft op Floris Schouten. Ten Bak met start nummer 102. Maar nu op 1 is het 44-4-7-1. 44-4-7-1. En dan hebben we ook... Hier met op een tweede plek met 163. Floris Schouten 1,3. Achterstand heeft hij op Ferdy Snijders. En Snijders is degene die de lijst aanvoert met 9,5 minuut. Op dit moment op de klok. 44-0-27 voor Wenning. Wenning. Snijders 1. Schouten 2. Ten Bak op 3. Helemaal achterin vinden we natuurlijk Van Zilgoud samen met Chris Rijt. Met Chris Rijt is het Dinan van Zilgoud op 15 en 16. Chris Rijt
We zitten in 10 minuten, 10 en een halve minuut, of meer dan 10 en een halve minuut. We hebben dan hier Ferdy Snijders met Floris Schouten. Schouten, Marco ten Bak, Anton Giddink. Anton Giddink op een vierde plek, de man uit Elst. Maar Helmoet Hendricks is zijn man die hem bijstaat. Allerlaatste ronde voor Snijders. Allerlaatste ronde voor Snijders. Dan Floris Schouten, Marco ten Bak. Dan Anton Giddink en Guido ten Bak op een vijfde plaats. Toch nog op een vijfde plaats. Toch aan Peter Massenbroek voorbij gegaan. En ook aan Hamelink voorbij. Maar niet verder gekomen dan een vijfde plaats. Want we zitten in de allerlaatste fase van deze man. En dan is het aan Guido nog te kijken of hij bij Anton kan komen. Maar dat geloof ik zeker niet. Dat zou echt een wonder zijn. Zodra hij daar nog aan voorbij zou kunnen. Maar het is Snijders met Floris Schouten, Marco ten Bak, Anton Giddink en Guido ten Bak. Nou, dan heb je er even de muziek weer lekker tussendoor. Dan word je echt helemaal gestoord van. 1 is Snijders, 2 Schouten en 3 ten Bak.